allemaal, hartelijk welkom bij wederom een video. Dit keer in de serie Ortho Laser Master 2 15 Watt. Wat gaan we doen vandaag? We gaan eigenlijk niks laseren, maar we gaan zien. Ah, we gaan ook al wat laseren trouwens. Ik zeg dat ik het niet doe, maar ik ga het wel doen. Ik heb besteld, en dat komt in deze dagen binnen, een honeycomb bed. Zoals velen van jullie misschien weten, ik pak het er heel even bij. Gebruikte ik bij snijwerkzaamheden een rooster van de IKEA, een afwasrooster. Het nadeel van dat afwasrooster is eigenlijk de hopen open ruimtes die hier tussen zitten. Als jij iets hierop wilt leggen en jij gaat dat laseren en het is klein, dan valt het door die ruimtes naar beneden en komt misschien wel onder de volgende snijsnede te liggen. Daardoor verknal je objecten. En dat hebben we misschien kunnen zien als je gekeken hebt in mijn in-depth video over kerf. Want daar heb ik dat even laten zien hoe dat gebeurt. En dat is ook de reden geweest waarom ik een honeycomb bed besteld heb. Dat honeycomb bed, dat is, en dat bleek achteraf buitenmate te zijn. Maar goed, ik wil ook niet al te duur uit zijn. Je weet, ik ben werkloos en geld is toch wel een dingetje altijd. Dat honeycomb bed heeft een maat van 30 cm bij 20 cm. En dat is de buitenmaat, blijkt achteraf. De binnenmaat blijkt iets te zijn van 26 bij 16 of zoiets dergelijks. Dat is jammer, is niet helemaal wat ik zou willen, want mijn houtplaatjes die ik gebruik is altijd 20 bij 20. Maar goed, ik moet het ermee doen, ik heb hem besteld en prima, dat is ook geen probleem. Echter, de hoogte van dat honeycomb bed, dus deze maat, is 22 mm. En als ik dat op mijn bed ga leggen, en ik zal dat zo laten zien waarom, dan krijg ik steeds minder ruimte om zeg maar bepaalde diktes te laseren. En dus moet ik een ombouw gaan uitvoeren op mijn werktafel als het ware, zodat ik iets meer ruimte ga krijgen en toch de zaak blijft werken zoals het hoort. En daarbij ga ik nog iets meenemen, want dat wat ik ga meenemen is dat ik zeg maar, ik heb daar een MDF-plaat op liggen. Daar heb ik een raster op gelezerd, zodat ik ongeveer weet wat centimeters per centimeter zijn en wat recht en wat krom is, noem het maar op. Dat is aardig verrammezakt, laat ik maar zeggen. Dus door alle brandbusiness die hiermee plaatsgevonden heeft en noem het maar op, is dat net een te zwaar verbrand broodje shawarma geworden. dus ik ga ook die MDF-plaat omkeren en ga daar een nieuw raster op lezen. En dat nieuwe raster, daar ga ik een aantal dingen in voorzien. Ik heb namelijk de buitenmaat van die honeycomb, die heb ik daarop ontworpen, mede. Zodat je kunt zien waar precies dat honeycomb-bed moet komen te liggen. Maar dat geldt ook voor mijn tegels. Ik gebruik tegels van 15 bij 15, dus ik heb een precieze 15 bij 15 vanuit het midden, die als het goed is zichtbaar moet zijn in dat raster. Zodat als ik een tegel moet uitlijnen, ik eigenlijk die tegel gewoon precies in dat midden moet leggen. En het is goed. Tenminste, als ik dat goed gedaan heb, want dat zal ook blijken natuurlijk. En ten derde heb ik datzelfde gedaan bij 10 bij 10 centimeter. Want dat zijn de grootte van mijn lijsteenplaatjes. Dus ik ga dan ook een nieuw raster gelijk maken. Ik ga je even laten zien wat ik precies bedoel, wat ik ga ombouwen en waarom ik het moet ombouwen. Zo, ik heb op dit moment de camera aan de hand, het is iets bewegelijker, maar hier zie je mijn setup. Ik heb een witte plaat en op die plaat heb ik geprinte voetjes gemaakt en in die voetjes zit zeg maar de pootjes van mijn laser. Vervolgens heb ik later een 0,8 mm dikke MDF-plaat hierop gemaakt, waar ik dus dat rooster, en dat kun je hier zien, dat rooster op gelezerd heb. Nou, ik zei al, die honeycomb bed, dat is 2,2 centimeter hoog, en je kunt je voorstellen, en dit is nu op dit moment het verschil tussen mijn laser en mijn bed, als ik daar nog eens 2,2 centimeter bij doe, blijft er niet zo heel veel ruimte over. Ja, ik kan hem omhoog zetten, maar ik verlies heel veel ruimte. Dus wat ga ik doen? Ik heb van datzelfde MDF wat hierin zit, heb ik houten stukjes gemaakt in de maat die precies onder die pootjes gaan passen.
waarmee zeg maar die pootjes en dus ook mijn frame op dezelfde hoogte komt te zitten als mijn MDF plaat die erin ligt. Daarmee win ik ongeveer een centimeter. De MDF plaat die erin zit ga ik dus omkeren, ga ik flippen en ga ik een nieuw rooster opmaken, want je ziet hoe verrammezakt dit bed is. Nee? Dit is niet veel meer, dus, maar dat moet je ook niet druk om maken, want zo'n bord heet een waste board. Nou ja, in dit geval het is wasted. Geen probleem. Ga ik omkeren. Dit gaat gelezen worden aan de achterzijde met een nieuwe rooster. Het frame gaat verhoogd worden en daarmee zou die in feite klaar moeten zijn voor dat honeycomb bed. En dat is wat ik ga doen op video met u. Zo, de laser is verwijderd. En wat ik nu ga doen, ik ga zo meteen met een boormachine de pootjes eraf schroeven. Ja. Die pootjes die ga ik monteren dus op die blokjes die ik gemaakt heb. Dan ga ik twee van deze zijkanten eraf halen. Ik denk de twee grote, vermoed ik. Daarmee kan ik de MDF-plaat loshalen en omkeren. Je ziet overigens die gele geprinte stukjes zitten. Dat is onderdeel van mijn verhogingssysteem. Ik heb dat zelf geprint en modulair gemaakt. Waarmee ik het frame kan verhogen. En dit lijkt nu los te staan, maar als we er alle vier op zetten en het gewicht van de laser zit er bovenop, dan valt dat heel erg mee. Mocht dit te weinig zijn, dan heb ik nog een lading van die losse blokjes. En die kunnen er gewoon bij aan opgezet worden. Een soort Lego, maar dan anders, zeg maar. Dus wat ga ik doen? Ik ga mijn schroefboormachine erbij pakken. En ik ga de pootjes loshalen. Nou, daar gaat hij. Met de ringetjes eraf halen. Deze voetjes zijn 3D geprint. En door mij wat aangepast. De gele laat ik dus zitten, want die hoogte is aanpasbaar door extra blokjes, dus daar hoef ik niet moeilijk mee te doen. Nou, die losgehaald hebbend, ga ik die vervolgens schroeven op dezelfde manier op de door mij gemaakte houten plaatjes. En nou, daar gaan we gewoon gelijk mee beginnen. Zo. Boormachine omdraaien. Ik doe ze even een klein beetje erin draaien, want ik weet niet of ze er niet aan de onderzijde uitkomen. Dat zou op zich nog wel mooi zijn ook. Want dan kan ik hem helemaal precies vastzetten zelfs. Even kijken of dat zo is. Oh ja, sterker nog, hij draait het MDF zelfs kapot, maar dat is wel oplosbaar. Dan moet ik alleen even kijken hoe los ik dat het beste op. Oké. Daarvoor moet ik namelijk zeker weten dat hij goed staat. Dat is het punt een beetje. En dat is natuurlijk eventjes de hamvraag. Zo. Oké. Nou, dat is op zich gunstig. Want als ik die nu in het juiste gat zet, dan staat hij ook op precies dezelfde plek namelijk. En natuurlijk, hij staat niet vast, dat weet ik ook. Dus ik moet hem verlijmen. En zie hier,
Ik heb een nieuw pootje. Ik moet dat verlijmen straks, maar dat gaan we dan ook doen. Zo, dat stukje is gedaan. Al die plaatjes zijn gemaakt. Nu ga ik de MDF-plaat eruit halen. Zo. Ik leg de plaatjes zo neer dat ik ook nog weet waar ze zaten. Dat is ook wel handig. En ik denk dat ik deze eraf ga halen. Ik denk dat dat makkelijker is. Zo. Boormachine aan de kant. Even deze plaatjes eraf. En die ga ik even goed neerleggen zodat ik weet waar ze zaten. Zodat ze op de goede plek komen te zitten. En nou zou ik de MDF-plaat los moeten kunnen halen en dat is het geval. Je ziet gelijk hoeveel vuil er achtergelaten wordt door zo'n laser. Nou, dat ga ik eerst opruimen, even schoonmaken. Ben zo weer bij je. Zo ziet de plaat er nu uit. En nu gaan we er even een twee-componentenlijm bij pakken. Die we gaan gebruiken om de voetjes er weer op te maken. En ik kan ze al wel vast even terugleggen. Oh, dat ging bijna fout. Zo gaat dat gebeuren. Daar pak ik dus een dubbele componentenlijm voor. Even erbij zoeken. Ja, die heb ik hier. Wat ik daarmee bedoel is een lijmsoort zeg maar, die je aan de ene kant erop smeert en vervolgens activeert met een spuitbus. En dat is best een heel goed systeem. En het is ook alleen maar om ervoor te zorgen dat ze gefixeerd zijn voor op het moment dat ik ze ga plaatsen. Werkwijze is eigenlijk heel simpel. Ik begin met de eerste, even openmaken. Ja, hij is open. Beetje lijm hierop. Beetje rondsmeren. Voilà. Vervolgens pakken we de activator. Spuiten daar het gebied mee in wat de lijm gaat bevatten. Voilà. Ik druk hem aan. En ik zet de boormachine erop. Even kijken, andere kant op. En omdat ze in dezelfde gaten komen te zitten, zou dat eigenlijk geen probleem mogen opleveren. Ik maak ondertussen even het gebied daar omheen door. Dit is alleen maar activator, hè? Dit is geen lijmbadje wat ik nu wegveeg. De lijm zat namelijk aan de onderkant van dat blokje. En dit ga ik voor alle vier de blokjes doen. Ik heb heel even de laser erop gezet om te kijken of het past. Het past. Wat wel blijkt is dat ik hem zeg maar, nu uit positie zou kunnen drukken zeg maar, qua diepte waarop die zit. Maar dat is heel simpel op te lossen door aan één kant, dat hoeft maar aan één kant, twee hele kleine stukjes van die MDF te maken. En die zeg maar aan de buitenzijde eronder zetten, want dan staat hij dus precies op zijn pootje namelijk. En dan kan die andere kant, zou dan eigenlijk ook simpelweg goed moeten zitten. Dus dat ga ik oplossen met losse stukjes, die ga ik niet eens vastboren of vastlijmen van kleine MDF. So far so good, de laser gaat er weer af. Zo ziet het er nu uit. En nu rest ons de MDF-plaat die dus omgedraaid wordt en hier opgeplaatst wordt. Hij lag zo, dus ik draai hem simpelweg één op één om. Zorg dat hij bij deze twee houten stukjes strak zit en gaat deze twee er weer op boren. Dus die en die andere. Even de boor erbij pakken. Zo. Even kijken. Zullen we er een stukje inboren? Zodat ik precies in de gaatjes kom te zitten zometeen. Zo. En dat doe ik ook met die andere. Even kijken hoe die hoort. Ja, ik denk zo. Ik
Even zorgen dat hij aan de onderkant een klein stukje eronder uitkomt. Dan kun je hem precies positioneren. Zo. En ook die zit en de MDF-plaat ligt er strak in. En dat is precies wat we willen. Nou, nu is het een kwestie van weer in elkaar zetten. En ga ik even doen. Doe ik even off-camera. Zie je zo weer het resultaat. Ik heb toch maar even die blokjes, die extra blokjes erop gelijmd. Simpelweg om zeker te zijn. Kwestie nu dus is definitief de laser terugplaatsen. En die weer installeren. Even kijken dat die goed in zijn steuntjes valt. Zo. Zo. Voilà. En assist weer aansluiten. De USB-kabel weer door zijn gootje. Wat ik daarvoor gemaakt had, zodat niet alles ligt te slingeren hier. Het gootje dichtmaken. Zo. USB-kabeltje erin. Stroomkabeltje erin. En alles is weer aangesloten zoals het hoort. Rest ons het laseren van het nieuwe rasterblad, zeg maar even. Ja. Kijken of dat soepeltjes gaat werken. Misschien iets naar voren halen als ik dat doe. En zodat zeg maar de gantry zonder obstructie naar achter kan. En naar rechts kan. Ja. Ook even kijken aan de voorkant. Ja, allemaal goed. Kunnen we hem ook alvast focussen, pakken het cilindertje. Dan krijgen we een gevaarlijk moment. Eerst even dit trouwens nog. Mijn R-assist zit op een beetje een rare plek. Even een beetje beter plaatsen. Dat is de grap, want lager als dit gaat hij niet. Ja, goeie. Hij zit dus niet laag genoeg. Hè? Dat is wat we zien, zeg maar. Dus dat betekent dat ik even moet kijken hoe ik dit weer ga doen. Ik ben zo bij je terug. Ja, wat is het probleem? Dat zal ik je even laten zien. Het probleem zit hierin dat zeg maar, dit is mijn cilinder waarmee ik de hoogte instel en focus. En hier zit de lens en daar zit ongeveer een centimeter tussen de cilinder en de lens. Feitelijk was het dus eigenlijk goed zoals ik het had, dat die hoger stond of lager stond. Zou ik het weer terug moeten draaien? Ga ik niet doen. Wat ik ga doen, ik ga out of focus toch de raster laseren. Out of focus zou dat eigenlijk ook moeten kunnen. Alleen al gezien de brandvlekken die ik kreeg als ik met dat rooster van IKEA, en dat is hoger dan die 0,8 mm of die 1 centimeter. Conclusie, ik ga toch gewoon dat raster lezen. Ik moet alleen in de gaten houden dat als ik nu iets wil gaan maken, dat ik zeg maar, oftewel als het heel laag is, er iets onder zal moeten leggen, zodat die iets van de bodem afkomt, het zij een tegeltje, het zij een plaatje hout. Of eventueel zelfs op dat honeycomb bed. Ja. Ik ga het raster laseren op de plaat. En dat gaan we doen terwijl die out of focus is. Ik kom daar zo over bij je terug. Nou, dan zijn we bijna zover. Ik heb ondertussen even mijn R-assist eraf moeten halen. Anders liep die aan tegen de schroeven hieronder bij het moederbord van de Ortour.
Ik heb ook gelijk even wat wiggel eruit kunnen halen. Dat kun je namelijk aandraaien met wat bouten hier. En ik ben zover dat ik in principe het raster kan gaan lezen. Zoals al gezegd, out of focus. Dat is niet anders. Maar dat gaan we wel gewoon doen. Zo, het eerste wat ik ga doen. Ik ga zometeen mijn laserkop, de origin, een keer veranderen. Dat ga ik bewust doen. Ik heb namelijk het ontwerp van dat rooster, wat ik er even bij ga halen. Maar dat doe ik natuurlijk in Lightburn, dat kun je nu niet zien. Dat ga ik, zal straks een plaatje van dat rooster in de video plakken, geen zorg. Dat heb ik zo ontworpen dat hij eigenlijk vanuit het midden werkt. Dus hij komt vanuit het centrum. Dus de enige constante waarde die ik op dat moment heb, is echt het middelpunt van mijn werkbed. Ik weet ook niet of hij alles gaat laseren. Ik heb het ook kleiner gemaakt dan de 430 bij 400 die mijn bed groot is. Want ik weet dat hij in werkelijkheid dat never nooit helemaal haalt. Dus hij is iets kleiner. Ik dacht 10 centimeter aan allebei de kanten. Of 10 centimeter komt erbij. 10 millimeter aan allebei de kanten, zeg maar. Wat ik ga doen, ik ga naar mijn laser. En ik zeg, ik wil huidige positie zetten. Dus niet op absolute coördinaten, maar op huidige positie. En hem dan weer op 200, 215. Kijken of hij dat wel goed doet. En dan starten. Ja, dat doet hij. En we zien nu dat hij begonnen is. En hij lasert dat keurig. Dus ik laat hem dit laserwerk doen. En ik kom zo weer bij je terug. Zo, hier zijn we dan in Lightburn. En dit is het raster zoals ik dat getekend heb bovenin. En aan de zijkant in het blauw de cijfers. Dan het rasterwerk, dat is het rode. Het groene blok is daar waar de nieuwe honeycomb bed komt te liggen. De blauwe lijn, dat is degene waar de tegels komen. En dan hebben we hier de paarse lijn, dat is diegene voor de lijsteenonderzetters. Wat ik straks vertelde was dit, dat we in laser gingen zetten van, ik wilde niet absolute coördinaten, maar ik wil de huidige positie. En ik wil die huidige positie in het centrum hebben. Vervolgens ga ik dan naar verplaatsen, want hij is dus ontwikkeld, dat hij dus hier in het centrum gaat beginnen. Dus vervolgens ga ik naar verplaatsen. Ik doe hierboven naar positie verplaatsen en dat moet dan worden 200 bij 215, want dat is de helft van 400 bij 430. Oh, 215. En dan klik ik op uitvoeren. En nu zal er niets gebeuren, want aan deze PC zit de laser niet vast, maar wat de laser dan doet, de laser beweegt simpelweg hier naar de centrumpositie. En dat is precies wat we willen. Want uiteindelijk gaat hij dan daar vandaan laseren. En dat gaat precies goed in het midden terechtkomen. Wat dit groene blokje hier doet, weet ik eigenlijk niet. Want het midden is echt hier waar de schietschijf is. En daar lasert hij dan ook. Ja. Kortom, dit is de manier. Zet hem dus op huidige positie. Zet hem in het midden. Zeg vervolgens van 200 bij 215, want dat is pas het echte midden. En daar gaan we lezen. We kunnen zien dat het groene blokje niet het midden is, omdat hij niet op de lijn zit. En dit is de 200 lijn die we hier zien. Zie je dat? Dus met andere woorden, dit is goed. Deze is niet goed, maar deze hier wel. En door hem daar dus op te zetten, dat vervolgens uit te voeren, dat kunnen we niet uitvoeren, maar dat uit te voeren, zal je laser hier naartoe gaan waar nu het rode puntje staat. En zal die ook daar beginnen met het laser. Terug naar de laser zelf. Oké, het raster is gelaserd. En ik kan zeggen, het is wel fraai geworden en toch is er een probleem. Maar daar kom ik zo even op terug.
eerste wat ik ga doen, ik heb toch besloten om dat probleem van de hoogte van die focus aan te pakken. Ik heb dus kleine blauwe plaatjes geprint, halve centimeter hoog. Ik heb daar een stickertje bovenop gedaan, zodat het bed zo meteen wat zachter ligt. En dan moet hij ongeveer een 6 mm gecorrigeerd hebben. En dat zou voldoende moeten zijn, want ook al was het ongeveer een centimeter, ook het object wat je wilt lezen heeft natuurlijk een bepaalde hoogte en dan zit je ongeveer goed. Dus wat ik ga doen, ik ga de plaat weer eraf halen en ik ga 9 van die kleine blauwe blokjes eronder zetten. Die blokjes die zijn kleiner en lager dan de MDF-plaat zelf. Ja, zodat zeg maar de MDF-plaat met die blokjes aan de zijkant, hè, dus deze hier waar ik hier met de vinger op zit, daar blijft die ingeklemd zitten. In een andere situatie, stel dat je ook zoiets zou willen en je hebt dat niet met die blokjes gefixt, dan zou ik dit niet doen, want in principe is het zo dat datgene wat jij gelezen hebt, ligt dus goed. Nou, dat blijkt niet helemaal zo te zijn, daar kom ik zo op terug. Maar als jij namelijk die plaat verwijdert en je plaatst hem weer terug, moet hij wel weer precies op dezelfde plek liggen. Dat kan ik met die blokjes redelijk garanderen. In andere situaties waarschijnlijk niet. Nou, ik ga het loshalen, ik ga die blokjes eronder plaatsen en dan ben ik zo weer bij je terug. Goed, alles is weer geïnstalleerd. En nou komt het probleem. Op het moment dat ik nu ga zeggen van ga terug naar je homepositie, en dat ga ik doen. Ik ga hem op begin zetten, beginpositie. Loopt hij dus terug naar links voor. En ik had het ontworpen en ook toen hij begon te branden dat hij op het middelpunt zou beginnen. Nou, let op wat er nou gebeurt als ik nu ga zeggen dat hij naar de positie moet 200 bij 215. Dat ga ik namelijk even doen. Ik zeg uitvoeren, daar gaat hij. En je zou zeggen dat is toch mooi in het midden. Nou, let op als ik de fire button aanzet wat er gebeurt. Kijk goed. Je zult zien, hij zit niet op het midden, hij zit er net naast. Wat ik gedaan heb en wat je kan doen daarmee. Kijk, je kunt natuurlijk op de manier werken zoals we in het verleden werkten, dat je zeg maar met kaderen, en dat zal ook zeker nog het geval blijven, want dat vind ik nog steeds een hele veilige weg. Alleen in dat venster verplaatsen kan jij ook een positie opslaan. Even in Lightburn terug. Dit is het venster verplaatsen wat we hier bovenin zien. Daar kun je normaal gesproken je positie ophalen, maar met deze laptop zit mijn laser niet aangesloten. Je kan hem ook verplaatsen naar de positie 200, 215, dat was het midden van het bed, maar we hebben gezien dat als we dat doen, dat hij er dan naast zit. Daaronder staat opgeslagen posities en daar staan op dit moment nog geen posities. Het is leeg. Rechts daarnaast zit een knop beheren en die gaan we zo meteen gebruiken. Maar wat ik eerst ga doen, je zit aan de linkerkant in datzelfde venstertje, zie je die blokjes met die pijltjes naar links, naar rechts, naar boven en naar beneden. Aan de rechterkant zie je een veldje staan, daar staat afstand en daar staat 10 mm. Dat veldje heb ik veranderd in een halve millimeter, dus 0,5 mm. Vervolgens heb ik met de pijltjestoets dat fire lampje, hè, dus als je op fire drukt dan krijg je dat lampje te zien, dat heb ik precies verplaatst naar het midden van de schietschijf die ik op mijn raster gelezen heb. En daaruit kwam naar voren dat de x-as op 201 komt te staan en de y-as op 212,5. Nou, en die waardes, die ga ik, daar ga ik een positie voor opslaan. Nou, dat doe je door beheren te klikken. Dan krijg ik in het venster wat ik dan krijg nieuwe toevoegen. Ik noem dat midden raster, geef bij de y-waarde, of de x-waarde, sorry, ik doe de x eerst, 201 op, bij de y-waarde 212,5. Ik druk op OK. Wat er gebeurt is dat we nu hier bij die opgeslagen posities een nieuw punt hebben, dat heet midden raster. En als ik nu de laser heb aangesloten, dat is dus in dit geval niet zo, en ik klik op het pijltje ernaast en ik klik vervolgens op die middenraster, dan springt hij daar meteen naartoe en dan staat hij dus echt midden gecentreerd op die schietschijf op dat raster. En dat is natuurlijk de bedoeling. Dus op deze manier kan ik ook echt het midden van dat raster bereiken. Ik weet niet of je dat goed kunt zien, maar hij zit nu echt dead center. En dat wat hij afwijkt is precies 1
mm op de x-as en 2,5 mm op de y-as. Ik heb dus geen idee hoe dit kan. Maar dat betekent dat als jij zeg maar linksonder als homepositie gebruikt, dat is verder geen probleem. Maar dan zullen de lijnen iets off zijn. Ja? En nu gaan we een grapje uithalen. Ik ga hem namelijk op een kruispunt zetten van een van deze lijnen hier. En wat ik ga doen, ik ga hem zetten op 240 bij 110. Ja, 240 bij 110. Dus ik zet hem nu hierboven op 240 op de x-as. Als ik dat mag van het systeem. Oh, hier natuurlijk, sorry. 240 van de x-as. Zeg ik dat goed? Dat is de y-as, sorry. Het is 110, 240 moet het zijn. Mijn excuus. 110 bij 240. Lastig werk als je dingen in je handen hebt. Ik doe uitvoeren. En ik zet de fire button aan. En dan zien we dus dat hij een stukje off is. Hij is iets te hoog en iets te ver naar links. En dat is dat stukje van die 1 mm en die 2,5 mm. En daar moet je dus echt rekening mee gaan houden. Hij zit dus niet in het centrum. Hij zit er net buiten. En vraag me niet hoe dit mogelijk is. Want ik heb er echt rekening mee gehouden toen ik het maakte. Maar het blijkt gewoon dat er toch afwijkingen in zitten. Ja, en dan zijn we toch aan het einde van die video gekomen. Ik wilde eigenlijk de video afsluiten met zeg maar het eindproduct, eigenlijk waarvoor ik het gemaakt heb. Oftewel dat honeycomb bed, om dat op te nemen in de video. Echter, in China gaat er nog wel eens wat fout. En zo ook nu. Dus mijn honeycomb bed is niet afgezonden. Omdat ze zeggen dat ze het niet kunnen leveren, dat kunnen ze wel, want ze staat nog steeds op hun website. Maar dat vecht ik wel uit met AliExpress. Ik heb dus een nieuwe moeten bestellen, een nieuw honeycomb bed. En dat gaat een aantal weken duren, dus ik heb besloten om het maar niet in deze video verder op te nemen. Anders blijft deze video te lang staan. Wat ik wel ga doen, ik ga zo meteen een foto van dat honeycomb bed in de video plaatsen. Ik hoop toch dat je het een leuke video vond. En ondanks de dingen die erin misgingen, zo zie je maar, je kunt nog zulke goede plannen hebben. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Tot de volgende keer. Daar.